Toen zei ik gewoon, ja, het is gewoon interessant werk om te doen. Ik ga weg, hou op. Hoi, weg. Hoe is het om met deze jongens te werken? Ja, leuk. Ja, het zijn wel fijn jongens om mee te werken, ja. Ze accepteren me ook en dat is fijn. Gooi je nou net zo hard naar Sirena als naar je mannelijke collega's? Ja, het gaat niet over hard gooien, het gaat erom dat hij gewoon goed aankomt, zeg maar. Dat ze hem op de beste manier kan vangen, zij of hij. Dit is Sirena, 18 jaar en misschien wel de jongste vrouwelijke dakdekker van Nederland. Ja, ik heb eigenlijk geen idee. Ik denk er niet over na. Het is gewoon een werk wat ik leuk vind, wat ik doe. En ja, als er nou wel of niet meisjes zijn, dat is niet echt iets wat mij interesseert of zo. Maar bij het dakdekkersbedrijf zijn ze maar wat blij dat Sirena hier aan het werk is. Ik dacht, wat een stoere meid. Dat zij dat doet, dat zij dat dak op gaat op grote hoogte. Het maakt er niet uit of het nou 15 of 20 meter hoog is. Ze doet het gewoon. Ligt dat eens met koor? Landelijk is er steeds minder animo voor het werken in de bouw. Nee, dat je niet. En zijn meiden zoals Sirena, die voor deze job kiezen, een zeldzaamheid. We zijn heel trots dat wij Sirena aan ons team toe hebben mogen voegen. En wij hopen ook dat als mensen dit zien, dat ze denken, nou dat is tof, dat wil ik ook. Maar vooralsnog kiezen weinig meiden voor dit vak. Het harde werk, fysieke klachten en toch de gevaren maken het niet voor iedereen de droombaan. Ja, ik denk wat de mensen zo denken, maar ik moet het doen en niet hun. Dus. Wat is je droombaan? Dit.